Lees jouw Bijbel, bid elke dag, van dit gee jouw kracht. Hallo, Cham. Hallo, Cham, kijk niet al hierdie mooie boeken. Ja, Poppy, wat maak jij? Ik soek voor een boek om my by die school bezig te hou. Ja. By die school moet jij jou eie boeken school toe vat? Ja. Wat soort type boeken het jy alles daar? Storyboeken, feitenboeken, activiteitsboeken en storyprentjieboeken. Hoe ik hou baie van storyboeken. Ja, Poppy. Ja? Het jy een boek oor Biltong? Nee, Cham. Nee, man, dit is een receptenboek, Cham. Ai, man. Oeh, kijk uit, dolfijnenboek. Ik hou van dolfijnen. Oeh, een dolfijnenboek is een feitenboek. Weet je wat is mijn gunsteling? Ik hou baie van stories, maar een kindsboek is voor mij baie lekker, want dan kan ik mij lekker bezig hou. Poppy, het jy hier so dalk een kindshandwerkboek? Ja. Oeh, dit lyk lekker. Wat een boek het jy nog? Het jy boek oor visvang? Nee, Cham. Ai, ai, ai. Maar wat gaan jy kies, Poppy? Okay, dit is moeilijk om een boek te kies, want na jy om een keer gelees word, hy vervelig. Ek het een plan. Wat is jou plan, Tim? Een Bijbel is een boek met stories in en feite in en doen goed in en hy het so baie stories, hy raak nooit vervelig nie. Ja, dit klink na goeie plan. Dit is een baie goeie plan. Ja, Cham. Het jy geweet? Wat, Cham? Die Bijbel is die super grootste topverkoper van alle tyd. Regtig? Soos 5 biljoen Bybels is al verkoop. Yes, like it! Maar dan moet elke mens in die wereld al een boek hê. Poppy, het jy een Bybel? Ja. Ons is gelukkig, nee? Baie, ja. Poppy, dalk moet jy die Bybel kies. Okay. En jy kan jouself lekker bezig hou met jou Bybel en jou mooi gekleerde penne en jou mooi stickers kan jy lekker in jou Bybel werk en al die mooie versies onderstreep en een stickerkie inplak. Ja, dit is een goeie idee. Jy sal nie verveeld raak nie, hoor. Cham, het jy een Bybel? Ek het een Bybel, maar hy het nie stickers in nie. Ja man, jy moet self die stickers inplak by die plekke wat vir jou besonders is. Maar mens kry nie Biltong stickers nie, Cham. Ai, Cham, jy en Biltong. Nou toe jylle, kom ons gaan maak boeken by mekaar vir die school. Ok, Poppy, jy moet lekker lees aan al die boeken, hoor. Okay, lekker terug aan school toe, hoor. Bye-bye. Simson en sy ouwers is toe na Timna toe. By die wingerde van Timna het een jong leeuw brullend om Simson afgestorm. Die geest van die Here het vir Simson sterk gemaakt en hy het die leeuw kaalhand uit mekaar geskeer, asof dit een bokkie was. Sjoe jylle, dis ongelooflik. Ek weet nie of ek die story al vergeet het nie. Ek is al so oud. Dalk was ek in my skoenwinkel bezig daardie dag wat hulle die story in die sinagoge vertel het. Ja, dis so het gewerk het. Ons het die Bybels gehad nie. Ons het die enige boeken gehad nie. Die tydskrifte, resepteboeke, storyboeke, handboeke, enig iets van die aard gehad nie. Stories oor God en sy volk is in boekrolle geskryf. Een op een slag. Daar was nie een catch-up sessie of so iets nie hoor. As jy nie die dag in die sinagoge was om die story te hoor nie, het jy dit gemis. Ek is toch so blij dat ek my eie Bybel kan hê. Nou kan ek enige tyd, enige dag daaruit lees. Daar was een swerm bye met heuning in die karkas. Hy het heuning in sy hand gevat en daarvan geloop en geëet. Toe hy by sy ouers kom, het hy vir hulle ook gegee. En hulle het geëet.